Bij mij loopt hij weer. Niet meer. Je bent weer terug. Oh, ik heb maar een kwart nog. Oh, dan ga ik weer redden. Ik heb nog een half. Maar hij zegt nog steeds 12 uur geleden gestart met stream. Ja. Volgens mij ken het niet, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben niet een YouTube-kenner. Ik ook niet. En anders heb Thijs pech, dan kan hij de rest niet kijken, dan moet hij nu kijken. Ja, en anders zeggen we alvast tegen de kijkers die zo meteen wel afhaken, al heel erg bedankt voor het kijken, de likes en de subs. En morgenavond zijn we zeer waarschijnlijk alweer terug met Euroclub 2. Maar voor nu rijdt het nog even door. Dus blijf kijken. Hey, is ook een optie. Ja. Want de volgende 12 uur zullen jullie Raymond zien rijden. Ik heb nog een klein moment. Ja, is goed, ja. Hou naar wc. Ja, doe rustig aan, we zijn pas 12 uur bezig. Ja, joh. Daarom. Oh, wow. Maar word je daar echt gewoon compleet verrot van om 12 uur achter elkaar te streamen? Daar heb je last van hoor. Ja. Dit is een twee ploegendienst. Het eerste gedeelte bij Dennis, het tweede gedeelte door Ray. Maar ik was er gewoon hoor. En ik moet zeggen, ondanks dat ik iets te vroeg wakker was. Iets te vroeg. Ja. Ja, om 8:30 de 12 uur stream had kunnen starten. Had gekund. En had je tegen mij kunnen zeggen, je bent te laat. Ja, maar nee, die was Thijs weer boos geworden. Oh ja. Dat doe ik niet. Ja, nee, dan wordt Thijs boos. Thijs niet boos maken. Dan zegt hij van, hey, jullie zijn begonnen zonder mij. Ja, daar had hij wel gelijk in. Ja. Ja. Ja, nee, ja. Ja. Nee, afspraak. Als ze zeggen 11 uur is het 11 uur. Ja. En als half acht is het half acht, dan zit hij ook om 7:30. En als ik dan 4 minuten later thuis kom, ja, dan begint het te mouwen. Ja, eigenlijk moeten we ook een klein beetje boos van Thijs. Wie heeft nou gezegd dat hij de hele dag naar de stream ging kijken? Nee hoor Thijs, we snappen dat je Euro Truck 2 hebt en dat uiteraard wil gaan spelen, had ik ook gedaan. Oh, zeg het eens Thijs. Dat komt hij toch met ons doen? Hij is een beetje ervaring op, zou ik zeggen. Maar vier kramen, naar welk aardbevingsgebied gaan wij dan? Italië. Oh ja. Ja. Dat was ook weer ironisch geweest als naar Groningen had gemoeten. We gaan naar Italië, is Feyenoord geweest daar. Ja. Ga ik even wat doen? Ja. Ja? Boven jouw schoen. Schrik ik wel even. Ben je zover? Ja, ik wel. Ja. Oké. Okay. Gaat Jan er maar. Ook? Ja. Ik ben er nog steeds. We hebben het wel volgehouden. Ja, nou gaan Patrick en Fabio afhaken natuurlijk. En die gaan naar bed toe. Hoezo dat nou weer dan? Ja, dat zit me ook even af te vragen. Oh.
Red, take me up. Telefoon onder de rijden, niet verstandig. En die van mij staat er gewoon uit. Heb ongeluk. zo kun je het wel noemen, ja. 64 likes. Lekker. Mace? Doe je dan mee met de visie? Nee, ik ben onderweg naar iets haalje. Doe je vanavond nog een keer mee of doe je dan een andere keer weer? Ligt eraan hoe laat het gaat worden. Oké. Heel laat. Laat je het zo een holle weet. Nou, helemaal goed. Ja, de kinderoppas moet dan naar huis. Ja, ik ben al aan het rijden. Zijn ze weer in die mine bezig ofzo? Nee, de Division gaan spelen. Ja, dat is wel een chill spel hoor. Op zich. Ja, ja, zeker. Kijk wel eens. Maar gewoon stream ervan. Ik vind het wel een fijn spel. Ik had hem willen kopen, maar ik had even andere prioriteiten om te kopen. Dat was toch een maand gratis of zo? Zo. Nee. Ja, was dat even gratis spelen en daarna gewoon ervan betalen als je. Ja, een maand verder lang of zo was die gratis. Denk. Weet ik, Thijs, weet ik. Heb je een soort van demo-versie, heb je dan zeker? Ja, gewoon één of twee veldjes zijn er. Ja, was laatst ook vrij weekend spelen en ja, dan moet je naast nog kopen, wil je verder. Maar hoe staat het trouwens met Cold Rush dan? Nog niet gekeken. Oh. Als ik het zo lees in het raadje wat ik volg, is het verre van stabiel. Nog een hoop bugs erin. Heel veel mensen klagen over het grafisch geheugen wat betrekt. En ik denk ook wel heel veel dat er klaar dat er geen multiplayer mogelijkheid is. Dat klopt, daar wordt ook heel veel over geklaagd. Maar ja, de developers hebben al gezegd van ja, sorry joh, maar die komt er ook niet. Nou, misschien voor de jongens van Truckers NP wat op in te haken. Ik zou zeggen, stuur een e-mail naar Truckers MP. Ja, maak een Cold Rush MP. Ja. Yeah. Ik denk dat er een kuitje uit ligt te lachen. Nou. Dat denk ik persoonlijk dan, hè. Ik, Nou goed, ik weet dat jongens van Truckers MP er ook nog geen tijd voor hebben. Ja, dan doen hun Cold Rush en dan halen wij het op, die spul. Ja. Het is wel een idee om Gold Rush te gaan verbinden met het Eurotrip. Nee. Of bij Fabi in de server, waar wij continu gaan rijden om het goud weg te brengen. Ja, naar mijn eigen server. Ja, ja. En elke kilo gold is een bitcoin. Ja. Gelijk verkopen, want voordat je uit elkaar spat. Ja, het is net een piramidespel. Ja. Hey Alex, goedenavond. Ja, ik hoop wel één ding dat ze ooit een keer in een spel een wasstraat zetten. Ja, maar ja, er moeten ook trucks vies worden. Ja, ook. Ik zou me erg benieuwen. Echt gewoon vanuit bergen rijdt en pekel en zo op de weg en gewoon met een witte truck begint en gitzwart aankomt ergens in Italië, in Palermo of zo. Vandaag was dat een racht. Ja, ik ken maar één spel die dat wel had, dat was GTA. Ja. Ja,
had je inderdaad een wasstraat en dan ging je de vuil in, dan kwam het er inderdaad schoon uit. Ja, ja, en een spuiterij had je natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en farming sim, hè, heb je het ook. Ja. Maar meestal, wat vind je van Italië dan? Tot nu toe vind ik het goed uitzien. Ja. Ik kan wel goed het verschil zien. Ja, dat sowieso ook wel, ja. Mogen ze ook wel van de rest van de map doen. Ja. Dus. Nee, ik ben er voor door, luikjes. Later. Later. Is wel lekker. Ja, dat ziet er wel goed uit. Even kijken, Thijs heeft geld geleend bij de bank, ik heb zelf een dag euro 6 gekocht en voor een werknemer plus een garage upgrade. Ik heb nu op dit moment nog iets van 60.000 in kas. Ik loop nu tegen de 70.000 aan, weet ik niet meer. Ja, die werknemer heeft ook geld geleend. Zou ik in ieder geval een zware truck kopen, zodat je de zware ladingen vast op voorbereid bent. Ja, het zware spul is met een DAFje 65 of 35, wat is het? 35 hè? 35, makkelijk te doen. Makkelijk? Ja, het is goed te doen. Nou. Ik zou er inderdaad even een 35 motor in lepelen. Ja, die is pas bereikbaar bij level 16. Oh. Even doorrijden. Drie keer op en neer, Italië. Ja, maar dan moet je de lange afstanden nog hebben. Ik heb het begonnen. Level 3 nu. Ah, level 9 ben je zo. Dat de eerste paar levels die gaan best snel. Ja, klopt. Maar daarna gaat het langzaam. Ja, maar zorg wel dat je steeds de langere opdracht maakt. Ja, de Italië-ritten, dat zijn dan nog de langste. Het zijn ook de mooiste ritten trouwens. Ja, maar geen DLC's, dus heb ik overgeleverd aan de standaardmap. Maar pak wel steeds de langste ritten. Dat is mooi. Je moet juist breekbaar en ADR-klassen zo snel, of niet ADR. Breekbaar en hoge waarde levelen. Kan ook, ja. Daar allebei de eerste van hebt, en je hebt een trailer die dat allebei heeft. Krijg je iets van 10% bonus in XP al. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dat is een beetje een mix wat je eigenlijk moet doen, hè? Ja, gewoon door elkaar heen, gewoon het rijtje afmaken. Eerst het ene rijtje vol, dan weer het andere rijtje vol. Ik wou zeggen, we waren niet op die baan gemoeten, hè? Nee. Ja, de kruispunten in Italië moet je wel even goed opletten. Ja. Ik rij wel goed nu, maar... Als je verkeerd rijdt, rij zo 300 kilometer om. Maar ik zag die baan rechts van mij, weet je wel. Dan had ik echt zoiets van, oh shit, zit ik nou op de goeie? Ja, het is net zo lang rijden. Ja, dat is de weg als je uit de stad komt, geloof ik hier zo. Ja. Moet je door de tolpoort en dan de snelweg op. Ja, bij sommige steden moet je betalen om de stad in te mogen. Ja, het is een beetje een mixlijst van wat je kiest. Het ziet er wel verder uit, deze tunnel. Ja, Italië en Scandinavië zijn echt gewoon de mooiste DLC's die ze... Ja, Frankrijk ook wel, hè? Frankrijk is ook mooi, zeker. Ik vind dat tot nu toe echt wel Frankrijk en Italië. Dat hebben ze echt mooi gedaan. Kijk dan, hij moet door die toerpoortjes heen en wij kunnen lekker doorkachelen.
Dat vind ik toch mooi, man. Ja, even toeteren natuurlijk. Nee, dat is echt mooi gemaakt. Nou, dan moet je nog even eigenlijk naar dat eiland toe, als je tijd hebt een keer. Ja, ze ziet niet. Mafialand. Eiland? Ja, zo. Sicilië zit erin. Ja, ja, het is een eiland. Ja, toch met de boot over. Ja, 20 minuten. Ja. Ik trek even naar Mees toe, want ik rij gewoon 80, hoor. Hij loopt mij gigantisch uit. Maar ik loop 79 rij, want anders haal ik je in. Heb Schumel software? Nee, ik rij echt gewoon 80, hoor. En zelfs met 90 kom ik geen stap dichterbij. Wat de heck? En ik rij echt, wat de heck, joh. En ik rij gewoon 80. Zo, Schumel software. Dan wil ik graag een nieuwe Scania SK. Ja, zou ik zeggen, ik koop er eentje. Nee, op de kosten van de zaak dan. Hè? Dan koop ik geen nieuwe voor mezelf. Fabi, heb je geld? Ik zet de cross terug naar 80. Weet waar hebben we geld zat? Ja, maar ik heb hem nog steeds niet uitgegeven. Gisteren zei hij toch over dat hij minister van financiën was? Tja. Maar zie je ook niks van terug? Nee, waar ze compleet het verhaal vertelde. We wachten nu op een nieuwe versie van Logit, voordat we überhaupt kunnen gaan testen of dat met het vrachtwagens kopen werkt. Gelijk iedereen stil. Dus dan zit ik nogal door met deze vrachtwagen opgescheept. Ja. Zit je sowieso we toch wel? Dat we duwen je wel hoor. Zit er geen garantie op? Het is een nieuwe Scania, man. Nou, dat zou ik zeggen. Rijf dat terug naar Stockholm. Hele deal gemaakt. Ja. Er zou garantie op het ding zitten. Ik krijg zo van Vitalen naar Stockholm, hè? Geen probleem. Ja, we krijgen zo bij de door de puin heen bij de dealer. Ja. Nee, bij de fabriek, hè? Kan ook, ja. Ik pak zo'n ritje naar Stockholm, hè? Geen probleem. Jij gaat morgen tot 11 uur door. Ja, ik ben er morgenavond toch niet, dus ja. Ik zit beneden achter TV, film te kijken. Film kijken? Film kijken? Ja. Ja. Het scheelt, ik heb mijn laptop hier nog, dus als het onreclame is, kan ik eventjes in de stream duiken. Ik heb geen maanden een film meer gezien. Laat hem eentje op achter me, maar. Oh, die scène, ik weet waar we zijn. Kijk, 3 seconden. Oh, ik weet welke film het is en waar we zijn. Ja, het is toch alleen maar herhaling. Ja. Heren van het goede leven, ik ga u verlaten, ga ik in de bed. Watje? Nee, want ik moet overmorgen moet ik weer om 4:30 de wekker. Dus als ik nu niet op tijd in bed ga, heb ik morgen een probleem. Nou, doei! Doei! Laat lekker. Doei! Doei! Er is al één ding dat ik geleerd heb binnen 5 jaar dat ik nou bij een baas werk. Tussen kerst en oud en nieuw werken we niet. Nee. Nee, juist. En dat is dit jaar is dat maar 3 dagen. Nou, die had je vast nog wel qua overuren of weet ik veel wat. Hé, hey, het scheelt Kevin. Ik heb dat 7 januari. Nee, ik begin 2 gewoon weer. Nee, ik niet. Maar ik begin woensdag gewoon weer.
Ik ga nog even wat een en ander doen en dat is alles. Dagje rondmaken. Koos werkloos, zo het nieuwe jaar in. Ja, klopt, thuis. En tot hoe lang kan je dan uitzingen? Oh, tot in mei, juni. En dan kan ik het nog wel weer uitzingen tot augustus, september. Ik zou het jaar door kunnen. Ja, maar kijk, we hebben het UWV, ja. Geef maar mijn glas aan. Heb jij nog mazzel? Nee, ik heb al iets op stapel staan, maar dat moet wel nog even. Dat is het volgende project waar ik mee aan de gang ga. Maar dan moet nog even. Ja, moet nog even van de grond komen. Mooi boven brainstormen, hoe en wat. En. Komt wel goed. Weer een beetje terug mijn oude vak in. Ja, ik wou al zeggen, je gaat toch lekker rondscheuren in een PostNL auto? Nee, misschien niet in een PostNL auto. Was dat Vapors of Siemens of zo? ja, heb ik gedaan. Nee, dat ga ik ook niet meer doen. Een vriend van mij is DJ. Die gaat het land door. Wil een bus of heeft een bus gekocht. Had een bus kopen. Maar die heeft een chauffeur nodig. En die vroeg mij, want hij zegt ja, ik weet hoe jij rijdt. En je bent een nachtmens. Ja, ook dat. En hij zegt van, als je die bus ook voor andere dingen nodig hebt, pak hem maar gewoon mee. Want ja, ik mag het wel niet gebruiken. Ja, deal. En super makkelijk, want ik zeg, moet hem helpen met opbouwen en dat soort dingen en afbreken. En nee hoor, dat doe ik met een kant die ook meegaat. Dus ik hoef alleen maar heen en weer te rijden en krijg wel gewoon de voordelen van backstage zijn. Ja, laat me lachen. Ja, dank je. Dan kun je achter de vrouwtjes aan. Zou kunnen, maar ik ga gewoon achter de bar zitten. Oh nee. Jammer, hè? Ja. Nou, hij gaat backstage nog even twee rietjes ETS doen en daarna gaat hij terug. Ja, een dikke MSC laptop. Ja, precies. Ah, dat zou nog wel een idee zijn. Uh-oh. Op de wifi. ik denk dat ik wel zo'n datapunt erin drop. Met 4G en misschien inmiddels dan weer 5G of zo, daar ben ik mee bezig. Ik neem gewoon mijn stuurtje mee, mijn pedalen. Dan ga ik gewoon lekker in de kleedkamer daar zitten even streamen hoor. Oké, kom maar. Zit je op het mannentoilet op de pot? Ja, dat was gestoeld op schietje. En je moet toch wachten. Ja, daar gaat het van. Zit je dan met je headset? En meestal is dat al 's middags heen en 's nachts terug. Ja, meestal wel zo'n beetje eind van de middag of zo. Hoewel. Dus we moeten toch nog een beetje tijd hebben om op te bouwen. Ja. Soundcheck. Ja, precies. Nou, op zich een optie om te kijken of je dan inderdaad. Geen gek idee. Pak misschien nog wel mijn werk ook.
geld verdienen en mijn hobby uitvoeren. Dat is het laatste waar die aan denken. Oh, misschien kan ik er nog mijn werk ook. Ja, daar zijn we wel gewend van. Ja, nee, weet je, maar ik ben aan het werk, dus ik verdien gewoon mijn centen. Ondertussen, want ik moet toch wachten, kan ik net wat mijn hobby even doen. Ja, veel plezier zou ik zeggen. Elke avond naar een andere locatie. Kijk, nog gelijk een ander verdienmodel erachter zitten. Elke avond een meet and greet tussen 7 en 8. Op podium Amsterdam, entree €15. Dat doe ik 20, 5 voor mij. Nee, dat zou flauw zijn. Maar hey Dennis, gaat je boot? Ja! Nog meer dan zo? Nog meer? Nee, zijn er 5? Nee, Fabi heeft een zeilboot, ja? Onthoud daar. Hier is Fabi zijn boot ook. Ja, Fabi zijn boot komt er ook aan rijden. Ja, nee, ik zag die van mij ook voorbij gaan. Ik had ook inderdaad een nieuwe besteld. Hé, hey, dan laat je toch door je eigen chauffeurs wegbrein over zitten? Ja, dat gaat ja, nee. Maar jullie zijn allemaal onderweg. Ik ben niet van helemaal voor, joh. Ja, nee, maakt niet uit. Mocht even een charter inhuren. Ja, ik zie het. Ja. De planning zit vol. Zeker een pol, maar dan blijf je niet vol van je boot over. Nee, dat is mij is ook te krap door de bocht. Of dat zie je druk toch? Oh, maar dan geef je hier aan rechts af. Oh. Nou, we kunnen nog even kijken voor een boot. Ah, nou ja, kijk dan dat hier wel binnen. Moeten we wel naar Southampton brengen, natuurlijk. Nee. Loosdrecht. Dat is goed. Maar het zit helaas niet in de kaart. Dan ligt in Southampton is die boot niet zeer waardig. Dat weer. Moet weer terug naar de fabriek. Ja. Mot de boot op de boot. Ja, we kunnen naar Amsterdam afleveren. Bij, ja, dat mag. Ja, is goed. De route Amsterdam-Loosdrecht, die ken ik. Dan gaan we daar wel niet, als er één te pakken hebben. Nou, vink dan ook. Ja, maar er zit niet in het spel. Nou, volgens mij heeft Fabi 2 boten besteld. Wel meer dan. Je kan ze allemaal aan elkaar koppelen, heb je een cruise. Een paar stokken ertussen uit je katamaran. Ik ben eigenlijk helemaal niet moe, wist je dat? Oké. Praktisch 11,5 uur bezig. Ik zeg dat genoeg. Oh, ik was vanmorgen om 8 uur al aan het rijden. Dat was een stille hint, hè? Ja. Ah, jullie zijn er bijna. Ja. Thijs is weer opgelucht, zat er een beer aan het hek te rammen, Thijs. En had hij zijn familie bij hem? Ah, gaat Jan. Ik heb dat er ook al een keer gehad. Oh. Thijs heeft even de rug verlengd. Dat die beer aan het hek staat te rommelen, dat is nog een probleem niet, maar je zal een lavastroom hebben. Modderstroom. We worden steeds meeliger. Ik niet hoor, ik ben nog wel serieus. Ja. Ik geloof het zelf nog, Gert-Jan. Ja, dan moet ik de stream terugluisteren wat voor onzin ik zit te vertellen. Ja.
Maar ik, gezien het tijdstip zullen we geen kinderen meer tegenkomen hier, denk ik. Ja, jawel, Thijs. Ja, hij zit er nog. Sorry Thijs. De rekening van de psychiater kan je naar Dennis sturen. Ja, de toon is weer gezet. Zit er mee te maken. Ja. Jij kleurt bij, ik niet. Gaat goed, Mees? Ja, zolang we rechter weg. En ik maak zelf al een beetje een keer het bochtjes. Eerst te zien op de stream. Je betaalt er ook wegenbelasting voor, hè? Ja, daarom. Alle weggedeelten gebruikt. Nou, dan moet dit ook erbij, hè? Ja, maar ik vind die strook helemaal niet snel, eigenlijk. Vlug, strook. Mees heeft een vraag voor Mees. Een vraagje. Ik zou zeggen, maar vraag maar. Nou heb je het gedaan, jongen. Of ik een gevoel had dat ik ging winnen? Nou ja. Je hebt maar zo'n klein beetje kans in wezen. Geluk hebben gewoon. Waar had jij dat gevoel dan vandaan, Pijs? Dat wil ik dan wel eens weten. Ja. Het meeste heeft nu met ons 2-3 keer meegereden. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Zo bekend is die bij de kijkers nog niet. Nee, waarom had jij het gevoel dat Thijs ging winnen? Of hebben we mee? Hè? Ja. Hey, ik ben ook al lang op, hè? Ja, vind er even nog een bak koffie. Nee. Dan slaap je straks niet. Maar Mees, als ik jou zou stoppen naar het casino gaan. Nee, Thijs is dat dan, hè? Ja, maar Mees heeft toch gewonnen? Ja. Mees heeft gewonnen, ja. Gaat goed, Mees? Ja. Van jongens, komen we nog een tankstation tegen? Daar hebben we gestaan. Ja, toen had ik nog 3/4 tank. Als het goed is wel toch? Hij is met dat soort dingen geboren. Hé. Hey. Maar nog niet zien. Ja, we komen nog. Jawel. Net voor braai. Ik bedoel, hoe heb u nog dan? Mijn ding begint nu een beetje op een droge martini te lijken. Ik kan nog op deze tank nog 1200 kilometer rijden en we moeten nog 150. Dus dat red je makkelijk. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik stond 100 meter, wat nog eens 50 meter voor. Het groene stipje stond leeg. Maar zullen we nog voor de grap een keer een afslag naar rechts toe pakken of zo? Ik vind het goed. jij maakt vrienden, vriend. Ja. Ik heb het ook een keer gehad met Sparko, geloof ik. Toen ook die weg waar we vanmiddag gereden hebben. Ik weet niet precies waar, maar dan kom je de snelweg af en dan kan je gelijk links naar het tankstation. Ja. En toen ging ik ook omhoog. Ja, er zat echt helemaal niks meer in. Ik had al heel tijdje die rode lamp van je moet tanken. En ik rij omhoog en ik zet hem in zo neutraal en ik rol zo het tankstation in. Ik heb die ook al een keer gehad. Niet daar, maar wel een keer gehad dat echt gewoon. Ik moest hem uit te rollen en. Net de trigger van het tankstation gehaald. Volgens mij waren dat er meerdere die dat hebben gehaald. En ook met een groeps. Ja, groepsrit. Ja, ik ook.
Zo, haarbal? Ja. Nou, voor de pizza nog steeds, hè? Hij kon 3 weken een haarbal vastzitten. Misschien wel 4. Maar het baard gooit maar aan de binnenkant van zijn keel. Nou, scheelt weer, hoef je niet te scheren. Nee. Een keer gebakken whisky nemen, ben je er vanaf? Ja. Nee, cola. Nee, dat is suiker, dan gaan we klonteren, dan krijg je kuchen. Ja. Hoeveel kilometer kan je nog op die tank dan? Ja, we gaan hier al af als het goed is, want hier is de tankshow. Ja, we gaan eraf. Nou, ik denk wel bij onze eigen tankstation is het goedkoper. Dat maakt helemaal niet uit. Lano Gaming, goedenavond. Slechte stream loopt altijd vast, heb ik geen last van hoor. Oh, nog 450. Ik mag niet. Ga je internetverbinding, we streamen in full HD. Dus voor auto. En Shark ook, goedenavond. Jij ook een fijne kerst. Wie moest er tanken dan? Zet Jan. Ja, oh. Dan had hij daar naar rechts gemoet. Ja. Ja, rij maar. Ik ken nog 442 kilometer, dus dat kan al wel. Ja, vooruit maar. Kom er nou mee. Kom er nou mee? Ja, ja, nee, hij neemt de verkeerde afslag. Zit je maar bij de auto's neer. Oeh, ik neem verkeerde afslag. Je hebt zeker gewonnen, hè? We zijn er bijna, ja. Gaat u alles saboteren? Donderdag krijg je een Ben Shark. Wat je niet nog meer krijgt. En voor Lano, misschien moet je even bij de instellingen kijken en gewoon even iets downscalen naar 27 of zo. Dan pak je meestal wel. Stream loopt gewoon goed hoor. Ja, wees mee. Ik heb hem al de hele avond, de hele dag zelfs wat draaien en hij blijft gewoon live. Super hapen. Ja. Nou, we zijn een beetje waar we gisteren over hadden. Als je gewoon zelf al minder internet hebt, omdat wij gewoon in full HD streamen. Dat is voor sommige mensen wat lastiger. Ja, dat klopt. Ik heb de stream op de laptop ook openstaan, dus Ja, ik ook. Ja, die heb ik wel dan achter de Discord zetten, aan achter de chat. Nou, in het verleden wilde ik de stream klein maken dan de chat, die had ik wel in mijn scherm. Ja. Ik heb ook 2 beeldschermen, dus dat gaat wel. Dit is ook zo leuk, de plaats waar je moet lossen, dat zit hier links van je, maar je moet eerst een heel stuk rijden. Ja, want je moet eerst door een tolbot heen. Dus Italiaans wat praktisch. Iets meer dan 12,5 als we nu bezig zijn. Oh. Ligt tegen de 13 uur aan inmiddels. Ah, nog 7 te gaan. Oh nee. Iets meer. Is dat in zomer of winter tijd? Ah, nog 10 uurtjes. Oh. Dat is een leuk bochtje met meedraaiende assen. Wat er nu aankomt. Ja, die is haaksom. En dan een rotonde er gelijk achteraan. Ja, daarom zeg ik met meedraaiende assen. Dat is een leuk bochtje. Ja, dat wel, ja. Heeft deze een sturende assen eigenlijk? Weet ik niet. Nee, is een oude, gewoon een oude trailer is dit. Het is geen eens een zwartsmiddel. Of bijzonder transport heb ik net.
Maar die route zet je hier zeker niet, Raymond, of wel? Jawel. Ik heb hier de garage al. Nou, jij hebt ze hier gereden in ieder geval. Ik heb die zwaar dingen nog nooit gereden. Ja, hij is wel eens die rijden net zoals die andere zware transporten. Boffer dat ding ook gewoon met 60 de hoogte op de bocht om. Hallo. Hallo. Hi Fabi. Klaar met schieten? Top man. Ja, ik krijg mijn FTP niet in de praat, ga ik morgen weer mee kutten. Ik ga lekker naar beneden. Katje. Ja! Ah, je bent echt man. Dat klinkt heel raar, als je ermee bezig bent en het lukt niet, recht aan de kant, gaat morgen verder, lukt het altijd in één keer. Ja, dat is vaak wel zo, ja. Vandaar. Nou, slaap lekker, hè? En tot van de week. Straks. Tot van de week? Nee, morgen moeten we hard aan de bak. Die is er gewoon om 3 uur weer. Ja hoor, een uurtje of 10:30 of zo. Dan ben ik alweer aan het werk. Dat nee, maar programma. Dennis zegt van hij is er straks weer. Meestal ben je er s'nachts gewoon weer. Nee, nu niet. Ik ga nu slapen, dus het is pas ochtends dat ik ben. Als ik vanmiddag ga slapen, dan zit ik s'nachts nog inderdaad meestal wel laat op. Dat heb je toch al gedaan, een middagdutje? Nee, ja. Maar staat er morgen de planning? Ik moest een API gaan schrijven en ik zit met smacht te wachten op een beta van Unknown die het wel doet. Ja. Die niet het spel rip gaat doen. Ik heb 3 versies gehad en alle 3 hebben mijn save game gecorrupt. Dus. Was toch geen goed begin van de week? Nee. Het is zoals het is, zij krijgen het vanzelf voor elkaar. Hij is iets van 9% aan het herschrijven, dus ik kijk in ieder avond op dat de dingen allemaal stoppen met werken. Nee, zo is het. Nee, dat doet niet meer. Kijk of de rest het wel allemaal doet. Ik weet niet wat de rest wil. Hou het eerst voor gezien. Oei. Vraag. De server staat rustig te draaien, is niet veel aan het doen. Lekker slapen, alle lichtjes zijn even goed. Even recht in de garage. Wat rusten. We staan lekker. Rusten. Wordt naar bijna 13 uur ook niet genoeg rij. Maar gewoon zometeen nog even 3 ritten doen. Dat denk ik niet. Nee, precies. Ik weet niet wat die grote pop heeft, zal ik toch in, maar. Nee, ik ook niet. Zeg nooit nooit, hè? Ja, maar Dennis, wat voor ritten? Ritten van 240 kilometer of van 2400 kilometer? Ja, oké, dat is een verschil. Ah, we zijn nog niet weg, Thijs. We zijn nog niet weg. Thijs, je zit er ook gewoon stug, hè? Wat moet je waarvoor doen? Bij de VTC joinen? Volgens de link. Ik heb gesite. Nou, je eerste garage in Italy. Yeah. Hey Jason, goedenavond. Mace heeft gewonnen. Ja, en die gaat nu zijn eerste garage kopen. En daarna pakt hij al die rode drank. Hey. Hij heeft je gegund, meester. Ja, alsnog bedankt. Maar wat ik nou heel apart vind, hè. Die zwaailampen bij Gert-Jan zie ik wel, maar bij Rij niet.
Maar dat is een bug. Ja. Een multiplayer. Ja, maar hoe kan dat? Ik zie ze bij Gert-Jan wel. Bij mij ja. Ja, dat is een multiplayer dingetje dat je niet bij iedereen altijd ziet. Ja, ik heb ze gezien. Ze staan er. Ze zitten erop. Ik heb ze met legaal geld betaald. En hij met Monopoly geld. Ik weet eigenlijk niet wat de jongens willen. Nog een ritje doen? Nee, hoor, geen niet. Nee. Parkeer hem hier. Ja, parkeer hem. Maak even een screenshotje. Gaat jou ook hier op de foto staan? Lange afwezigheid. Leuk dat je weer bent, Gert-Jan. Ja, graag gedaan. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Zal ik maar even zwaarlamp uit doen? Nou, zal ik hem afsluiten? Ja, dat was toch de plan, hè? Dan ga ik dat doen. Hey, dames en heren, bedankt voor het kijken, de likes en de subs. Het was voor ons een plezier om vanavond deze iets langer dan 12 uur stream te doen. Ik heb vandaag redelijk genoten, jij? Ik wel, maar ik zie wat in de chat gebeuren. Tot thuis. Nou, dankjewel Thijs. Wat doet hij? Sluit hem ook al af. Is ook maar stukjes. Nee, die 12 uur is me echt bijzonder meegevallen. Ik dacht echt dat ik na een uur of 6 al compleet kapot zou zijn. En dat was niet het geval. Dat mijn schouder even niet meewerkte. Dat ik vanavond het laatste deel helaas niet mee kon rijden. Ga ik de volgende livestream zeker wel doen. Red de nota. Morgenavond. Ja, ik wil gewoon zeggen dat we morgenavond terug zijn om 7 uur. Ik ben er niet. Ik ben er wel misschien in de chat, maar. Je zorgt maar gewoon dat je er bent. Ja. Mm-hmm. Ja, je gaat ontbijten met je vrouw. Hè? Niet, dat hoeft niet de hele dag te duren. Ja, maar de croissantjes zijn nog bevroren. Ja. Hoeveel likes hebben we nu? Er staan er 64 op. Dus dat is al een paaltje. Ik heb genoten. Beste mensen, slaap lekker voor straks. En tot morgen. Doei. Houdoe.